De bewoners van het kokosdistrict Koroni zijn verlost van het structurele probleem van wateroverlast. Gisteren, zondag, heeft de oplevering plaatsgehad van het project Zeedijk Koroni en dat na bijkans 10 jaar. De districtscommissaris van Koroni, Remy Tarnadi, nam een duik in de geschiedenis. Volgens hem heeft de bouw van deze zeedijk namelijk haar eigen historie. De toenmalige regering nam in 2008 het besluit om deze dijk te bouwen. Er was echter een spanningsveld tussen de pro's en de contra's. Een spanningsveld tussen de bescherming van het bewoond gebied tegen het opdringende zeewater en de vloedafvoer van het zoetwater vanuit de zwamp naar de landbouwgebieden en de vrije stroming naar de zee ter terugdringing van de woelige zee en de ongestoorde aangroei van de Parwa. Inderdaad, deze dijk heeft historie gekend en de historie van de loop van zoetwater zal straks moeten blijken ook of de dijk inderdaad niet storend is, zoals door de conferentier is aangegeven, de pro en contra's. Maar het staat er al, de dijk staat er. En ik wil bij deze de Koronianen oproepen om zo netjes mogelijk te zijn met de dijk, het schoon te houden, zoals vandaag overgedragen door MNO, en samen nagaan om op een ordelijke en georganiseerde manier activiteiten te ontplooien, zodat zij en het district ook wat kunnen verdienen. De vertegenwoordiger van Suriname Engineering Consultants, Sunecon, Ronnie Blufpan, zei dat er tot nu toe discussies zijn ten aanzien van het waarom van de dijk. Volgens hem heeft de 14,5 kilometer lange dijk twee functies, een zeekerende en ontwateringsfunctie. Het gaat volgens hem om een dure, maar zeer waardevolle investering. Springvloed hoeft nu niet met angst en beven tegemoet gezien te worden, zegt Blufpan. De minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, toonde zich ook blij met het enthousiasme van de Koronianen ten aanzien van de dijk, die een grote vooruitgang kan gaan betekenen voor dit district. De dijk heeft volgens Hoefdraad in totaal 55 miljoen euro gekost. Vice-president Ashwin Adin, die de honneurs waarnam voor president Desi Bouterse, zei dat hetgeen in Koroni is neergezet een ware prestatie is. We hebben gepresteerd. We hebben iets neergezet waarop we heel trots mogen zijn. Maar dat is fase 1. We hebben vandaag een hele goede meeting gehad met de president. En hij heeft alles uiteengezet en heeft gezegd, we moeten luisteren naar de mensen van Koroni. De noodzaak om bescherming te bieden is reëel aanwezig geweest. We hebben het opgelost. Maar we moeten luisteren. We moeten luisteren. En ik mag u zeggen, we hebben besloten als regering om te kijken hoe we met de mensen die het werk zo goed hebben opgeleverd, met hetzelfde team van ministers die hard hebben gewerkt om dit af te ronden, om te gaan in een fase 2. Want u kunt u niet voorstellen dat er daar een dam is daar achterop, en dat is de dam, want dit is de dijk, en dat is die dam, die zwamkerende dam, dat als de vraag er is, laat het zoetwater stromen, dat de president niet een dove oor heeft, maar hij luistert en zegt, luister, wij moeten ook kijken, niet alleen naar de beschermingskant, maar die productie faciliterende kant. Vice-president Adin afgelopen zondag in Koroni, waaronder grote publieke belangstelling het project Zeedijk Koroni is opgeleverd. Het doorsnee mening was dat met de oplevering van de dijk het zeewater het land niet meer zal opvreten, het toerismeopgang zal komen en er meer inkomsten voor het district zullen zijn.